Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag 10 oktober, ja 10 oktober. En ik had zin om weer een keer even met jullie te kletsen en jullie mee te nemen in mijn dag. Dus ik dacht, ik ga weer een keer vloggen. Het is zo lang geleden alweer. En zoals je misschien wel kunt zien, is er een stuk van mijn haar af. En daar ben ik echt super blij mee met dit korte kapsel. Weer een keer wat anders. Ja, heb ik lang haar, wil ik kort haar, heb ik kort haar, wil ik lang haar. Maar nu wil ik nog geen lang haar. Ik ben er echt heel erg blij mee. Helemaal happy! En ik heb ook een hele leuke planning. Want ik ga vanmiddag samen met mijn zusje een helix piercing laten zetten. Of ik, in ieder geval een helix piercing. Die zit dan hier bovenin. En Fleur die twijfelt nog over een trage piercing. Die zit hier en nog op een andere plek. Ze twijfelde nog, dus ze wilde eerst even wat advies, wat ik ook begrijp. Ja, want niet iedereen kan ook volgens mij hier een piercing laten zetten. Het hangt er vanaf hoe groot dat is, zeg maar, dat gedeelte bij jou. Dus we laten ons eerst even goed adviseren. En we hadden al een keer zo'n piercing laten zetten, jaren geleden. Allebei hier bovenin. Maar toen hadden we hem laten schieten. En dat is echt het domste ooit wat je kan doen, door je kraakbeen heen. Maar ja, daar waren we ons allebei totaal niet van bewust. En die mensen zeiden dat dat gewoon kon. Met als gevolg dat het helemaal ging ontsteken. Allemaal ellende. Dus twijfel je nog om een piercing te laten zetten? Ga het alsjeblieft niet laten schieten. Ja, dat gaan we vanmiddag doen. En daarna gaan we even langs Taco Bell, want die is pas geopend in Arnhem. En daar willen we lekker wat eten gaan halen. We zijn allebei dol op Mexicaans eten. En we zijn ook heel erg benieuwd. We hebben er eigenlijk nog nooit eerder gegeten. Dus ja, eigenlijk wel een lekker middagje. Maar voordat de middag begint, is het tijd om schoon te maken. Heel veel zin in. Ik vind dat wel een lekker gevoel als het gedaan is, hoor. Dus even lekker de stofzuiger erheen dweilen. Wasje draaien. Bed verschonen. Boodschappen halen. Hoort er allemaal bij als je op jezelf woont. En voordat we verder gaan met deze video wil ik jullie eerst heel even mijn sieraden laten zien. Ik heb echt een prachtige samenwerking met Ana Luisa. Een sieradenmerk. Zij verkopen echt prachtige sieraden. Van ringen tot oorbellen, armbandjes, kettingen. Alles maar wat je kunt bedenken. Ze hebben vooral gouden sieraden, maar ook zilveren. Nou ben ik zelf heel erg fan van gouden sieraden. Dus ja, de keuze was reuze. Maar ik ben echt mega blij met de sieraden die ik opgestuurd heb gekregen. Allereerst dit kettingje. Een gouden kettingje met een groen steentje eraan. En het is een edelsteen. Een groene aventurijn. En ik ben zelf dol op edelstenen. Dus toen ik zag dat ik deze had gekregen, was ik helemaal verliefd. Ik vind hem echt prachtig. En ik vind het kleurtje ook gewoon heel mooi staan bij deze trui. Het is een zacht, ja, groen kleurtje en de trui is ook best wel, zijn ook wel warm, zachte kleuren. Dus ja, het blendt gewoon heel erg mooi. Ik vind het echt heel erg leuk staan. Het maakt de outfit helemaal af. En dan de oorbellen. Je kunt ze al zien. Het zijn gouden oorbelletjes met een zilver ringetje eraan. En daaraan, of daarop zitten allemaal diamantjes of kristalletjes. En ja, ik vind ze heel erg mooi staan. Elegant en ja, ik ben er heel erg blij mee. En dan nog deze mooie gouden ring. Hij is ook heel subtiel, maar toch wel weer speels doordat hij zo gekruist is. Wat ik ook mooi vind aan Ana Luisa is dat ze klimaatneutraal zijn. Dus dat vind ik helemaal top. En de sieraden die komen ook nog in van die leuke zakjes. Die heb ik hier liggen. Dit zijn ze. En daarin kun je ze dus ook heel makkelijk meenemen op reis of om thuis te bewaren. Ik vind de kleurtjes ook heel leuk. En je kunt ze ook makkelijk openmaken, want ze hebben van die drukknoopjes. En ook dat goud. Ja, ik vind het er helemaal leuk uitzien. Dus super handig dat ze hierin komen. Dus als jullie ook nu benieuwd zijn geworden naar deze mooie sieraden, dan zal ik zeker even een kijkje nemen op hun webshop. Ik heb in de beschrijving hieronder een linkje gezet. En als je op die link drukt, dan krijg je op de gehele website, op alle sieraden, automatisch al 10% korting. Die wordt dan meteen verrekend met mijn kortingscode. Of je kunt gewoon mijn kortingscode gebruiken die ik nu in beeld zet. Marloes10. En daarmee kun je dus ook 10% korting krijgen. Maar het is net zo handig om gewoon direct op de link te klikken in mijn beschrijving. Zodat je meteen op de webshop komt. En dan zul je zien dat ze echt prachtige sieraden hebben. En ik zal jullie ook nog heel even de outfit laten zien in de spiegel. En dan ga ik maar eens beginnen met het huishouden. Allereerst draag ik dus deze hele leuke trui. Ik vind hem echt heel erg leuk nu ook voor de herfst. Hele mooie zachte kleurtjes. En hij is van de Cotton Club. En de licht beige flare die ik aan heb is van Costus. Dus dit is het lookje met de leuke sieraden van Ana Luisa.
werd aangebeld. Dus mijn zusje die is er en mijn moeder ook. En ze hebben de hond meegenomen, Boots. En aangezien ik nu een tijdje al op mezelf woon, zie ik Boots gewoon echt een stuk minder. Dus, oh, ze zijn er. Boetsje! Hey, ben je daar? Ben je naar binnen toe? Kom maar dan. Hallo! Oh, zo, die sprint naar binnen. Hallo! We zijn samen met mijn zusje hoor, met Fleur. Waar gaan we naartoe? Ja, ik kan die naam niet uitspreken, maar naar de piercing shop. Oh, ik weet niet eens hoe de zaak heet, ja, maar het is in Arnhem. Extremist? Zo. Ik ben echt vet groot naast jou zo. Ja, maar dat komt door mijn schoenen. Het zijn best wel hoge zolen. Maar in ieder geval, we gaan daar naartoe. En Fleur weet nog steeds niet wat ze gaat laten zetten. Nee. Toch? Nee, ik twijfel. Nou. Ik vraag het gewoon even daar. Ja, en ik weet ook nog niet aan welke kant ik hem laat zetten. Ik denk aan deze kant, omdat ik altijd hier het haar achter mijn oor heb. Dus rechts voor mij. Nou, we gaan het zien. 1 hour later. Ik kan ook zelf nog thee gaan maken natuurlijk, hè. Oké, lekker. Waar ga ik voor? Je kunt bijvoorbeeld ook nachos en dan het vlees weglaten en bonen of zo. Oké, nou we gaan even uitzoeken. Laten we straks zien wat we hebben. Oké, we hebben onze bestelling. Oh yes, ik heb er echt zin in. Het is echt best wel veel. Ik ben benieuwd. Oké, we hebben lekker het eten. Zin in. We hebben dus bij Taco Bell net eten besteld. Gewoon via zo'n bord wat je kon zien. En ja, we hebben eigenlijk allerlei dingetjes uitgekozen. Ik ben heel benieuwd, want we hebben allebei dus nog nooit daar gegeten. Nee, wel altijd al van gehoord. Dus. Ja. Ik heb sowieso al frietjes hier liggen. Heb ik daar een sausje voor? Of kan ik gewoon... Ja, kaas, maar dat lust je. Oh nee, dan dus pak ik heel even. Even kijken. Mag ik erbij doen? Jokkie. Het is wel jammer dat nou mijn nachos al een beetje koud zijn, maar ja. Dat kan nog wel koud gegeten worden. Gaan snel eten. Ik doe bij de friet jokkie saus. Daar heb ik zin in. Ja, ik weet dus niet precies welke van jou is, maar ik ga hem openmaken en dan zie ik vanzelf wel... Oh, al die saus komt eruit. Ik ga pas een frietje nemen. Dit, ja, hoe weet ik nou wat vega gehakt is en niet? Lekker met die kruiden. Weet je waar een beetje naar smaakt? Van die frietjes uit Koper. Van dat pretpark. Weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Marloes, ik weet nog niet wat vega is. Oh, dit is met bonen. Maar ik heb geen sour cream, hè? Nee, dat had je wel eraf gehaald. Ah, kaas! Dat mag niet. Nou, wat slecht. Zit dat dan misschien bij mij erop? Nee, bij mij ook niet. En nou, dan kun je dit wel mee eten, maar... Oeh, oh, dat vind ik echt jammer. We hadden het nog aangepast op het menu. Ja, ik lust absoluut geen kaas. En dit is een... Ja, sour cream had nog kunnen, maar... Dit is een taco gemaakt van een wrap. En daar zitten bonen in en tomaatjes en guacamole. Maar ik weet niet eens of dat kan zien. Maar bij mij zit er nu dus kaas tussen. Wat ik dus echt niet lust. En het is helemaal gesmolten kaas. Dat vind ik echt jammer. Ja, ik heb nog deze frietjes. En die is gelukkig wel wat groter. Als ze daar ook geluisterd hebben naar wat we zeiden. Ik neem het even af. Het scheelt dat we genoeg besteld hadden. Oké, dit is een crunch wrap. Hmm. Ik wil wel weten wat erin zit. Hij ziet er zo uit. Het is een crunch wrap. Verrakken. Kan ik dat ding openmaken? Ja, dat is het vast. Ik moet het gewoon even doormidden snijden anders. Ik ga gewoon een hap nemen. Deze is lekker. Kaas! Oh, nee. Ja. Nou, dat kan echt niet. Ik ben er bijna al. Oh nee, dat lust ik echt niet. Dan heb ik niks. Nee. Was slecht. Dan ga ik die mensen echt bellen. Want anders heb je het voor ik niks... Ik kan niet alles op. We hebben het voor niks aangepast. Ja. Dat kan echt niet. Goeie eerste indruk. Eet in mijn hoofd. Een guacamole. Moet niet hier de kaas. Nee, maar er zit overal. Ik ga die mensen wel bellen. Ik bel hun zo wel op. Als ik dit op heb. Dan moeten ze maar... Want ze doen dit toch ook thuis bezorgd? Ja, maar ik denk niet hier. Nou, of dat een... Ja, mijn aanpassing klopt wel, want ik mag geen tomaten en kaas. Of kaas, sla. Maar die hebben ze wel weggelaten. Ja, maar bij mij zit overal kaas en nog de sour cream tussen. Ja. Ik had de sour cream en de kaas weggedaan. Misschien als ik hun laat weten via een mailtje of bel, dat ze dan een... dat ze bij McDonald's krijgen als een bon. Mm-hmm. Jammer. Goedje. Hey. Ga je lekker de broodjes eten? Deze proberen.
Nee. Oh, is het cheese? Nee. Oh, ik las dit als cheese. Er staat cheese op. Ik dacht dat het cheese was. Nee, dat is maar waarvoor salsa. Moet ik die nemen? Ja, frietjes of nachos. Is die nachos wel voor mij? Mm-hmm. Heb je nog geen idee voor iets? Niet dat het ook kaas is, hè? Nee, dat is natteraal. De kaas is ook meer dan oranje. Dat is rood. Nee, dat is natteraal. Nou, jammer. Ja. Zo verheugd hierop en dan de eerste indruk zo. Ja, voor mij gelukkig goed, maar ja. We hebben ook nog dit, hè. Een soort toetje. Wat, hoe heet het? Cinnamon twist. Ik heb het zelf goed gezien. Cinnamon twist. Zit dus van de kaneel op. Ja, oh, dat ruikt lekker. Het is wel gek als ik dat nu ga eten, ja, maar ik wil even proeven. Lekker. Het is dus echt een beetje substantie van kroephoek. Heel lekker. Het heeft gewoon echt een beetje weg van die cinnamon rolls. Mm-hmm. Maar dan crunchy. Het is wel lekker. Veel. We hebben de piercing laten zetten. Dat hebben we nog helemaal niet verteld. We mochten niet filmen tijdens het zetten. Mm. Ja, en we mochten ook niet... Even een doekje. We mochten ook niet bij elkaar kijken. Dus ja, ik denk dat dat met corona te maken heeft, want de vorige keer toen ik tegen ging, mocht je wel mee. Ja. Je moest dus zeg maar in de wachtkamer wachten op de bank waar we zaten. Je moest van tevoren eerst een formulier invullen. Gewoon je gegevens en waar je hem wil laten zetten, de piercing. En vervolgens mocht je meelopen. Ik was de eerste die meeging. En toen hoorden we dus dat Fleur moest wachten en niet mee mocht. Ja. En toen had ik besloten om hem toch rechts te laten plaatsen, hier. Omdat ik, dit is de kant waar ik ook vaak het haar achter het oor doe. En ik lig tijdens het slapen meestal op mijn linkerzij. Dus dat waren een beetje de redenen waarom ik voor rechts heb gekozen. En vervolgens ging die stipjes zetten. Dan kon je bepalen waar je hem wilde laten zetten. En hij had dus 3 stipjes. En de meest die bovenin zat, het derde stipje... Mm-hmm. Dat vond ik de mooiste, de hoogste. Maar ik wilde hem eigenlijk ietsjes lager tussen stipje 3 en 2 in. Maar tussen 3 en 2 zat een bloedvaartje. Kun je dat zo goed zien bij jou dan? Ja, dat zag hij. Hij zei dus, dan ga ik hem niet neerzetten. Waarom niet? Geen idee. Ja, ik denk vanwege dat je dan door een bloedvaartje in gaat. En dat hij dan misschien flink gaat bloeden inderdaad. Maar zo groot kan het niet zijn. Maar... Nee. Ja, en toen werd hij dus eenmaal gezet. En ik was het... Heel klein beetje, ja, niet zozeer gespannen, maar ik wist gewoon niet wat ik kon verwachten qua pijn. Want schieten is gewoon hop en klaar. En dit gaat natuurlijk wel ietsjes lomen met zo'n naald. Het viel reuze mee. Het is gewoon zo snel gedaan. Je voelt op dat moment wel even pijn, maar het is gewoon heel snel weer over. Ja, vond ik ook. Echt heel snel. Ja, dus ik heb de helix piercing laten zetten. Die zit hier bovenin. Ik weet niet of je het kan zien. Het is een goud ringetje. Dat vind ik mooi. Ik mag het met mijn vingers verder ook niet aanzetten. En we moeten het verzorgen met zo'n groene zeep. 2 keer per dag. Ja. En jij? Wat heb jij nou uiteindelijk gedaan? Ik twijfelde nog totdat ik er eigenlijk in de stoel zat. Wist ik nog niet welke ik wilde. Maar ik kan altijd nog een keer de andere. Maar ik heb nu de Roek heet het. Ik weet niet of je het kan zien. Hoek? Roek. Oh, R-O-O-K. Zit dus waar staat daar. Dat voor? Ja, volgens mij heeft dat allemaal met Latijnse namen van je oor te maken en zo. Mm. Maar ja, ik kan nu nog geen ringetje in met het zetten. Bij Meloes dus wel, maar dat kan altijd later nog. Nu maar ik ben er wel blij mee, ja. Ja. Maar kon je ook uit een kleur kiezen? Ja. Ja? Ja, maar hij zag dat ik zilver had, dus hij zei, ik denk zilver. En ja, dat wou ik. Kon je gewoon goud en zilver kiezen? Mm-hmm. Liet hij ze ook zien, hoe het eruit zag? Of niet? Nee. Bij jou ook niet? Hij pakte al zelf het gouden ringetje. Toen zei hij, ik denk goud, hè. Terwijl ik eigenlijk nu maar 1 oorbelletje in heb. En normaal heb ik nog... Ik heb nog een 2e en een 3e gaatje. En daar heb ik normaal ook gouden oorbelletjes in. Maar aan de hand van 1 oorbel kon hij al blijkbaar zien dat ik van goud hield. Want ik heb voor de rest ook gouden sieraden om. Maar je hebt dus ook de keuze uit zilver. Maar ik koos voor goud. En hoe vond jij de pijn? Ik kan best wel veel hebben, maar ik had het wel... minder verwacht of zo. Ik vond het nog best wel dat ik het echt wel goed voel. Want ik ben alleen schieten gewend. Ja. Maar je voelt het echt wel even hoor. Maar het is wel meteen weer weg. Dus ik zou het zo nog een keer doen. Daar niet van. Maar... Mm-hmm.
Ze moeten niet zeggen, oh, doe geen pijn, dus doe maar. Zag je wat een tepeltje in mijn mond, mijn vinger langs. Nee, niet dat ze zeggen, oh, maar dat valt wel mee, doe maar. En dan zit je daar en denk je, oh. Mm-hmm. Want je voelt het echt wel. Zei hij ook trouwens tegen jou, dat hij zei, adem diep in. Ja. En adem nu diep uit. En op dat moment, wanneer je goed uitademt, dan... Is het ziekenhuis bij mij ook vaak. Ja? Mm-hmm. Bijvoorbeeld met, weet ik veel, iets te uithalen, naald of zo. Mm. Maar dat hielp wel, want dan ben je ook meer ontspannen. Er zit echt veel sour cream in bij mij. Nou, daarom wilde ik dat dus niet hebben. Ja, ik vind het wel lekker, maar jij inderdaad niet. Nee. Fleur twijfelde dus tussen die welke ze nu heeft. Tussen drie. En de tragus. En de date. Maar de tragus doe ik denk ik sowieso nog wel een keer. En die vind jij denk ik ook leuk. En de date wil ik wel, maar mijn oor is best klein. En dan zit het allemaal best op elkaar, dus... Ik weet niet of dat bij mij mooi staat. Dan heb je een vol oor. Ja, als je wat meer ruimte in je oor hebt, dan zit het niet zo op elkaar. Snap ik. Het is nog heel vroeg, hè? Ja, maar ik had wel echt al honger. Het is nu 4:50. Maar we waren dus in de middag naar de stad en we zijn nog heel even naar wat winkels gegaan. Ik wilde even zo'n nekkussen kopen met zo'n gat erin. Waar je in het vliegtuig ook om hebt, bijvoorbeeld. Zodat ik daar met mijn hoofd in kan slapen, zodat hij niet het kussen raakt. Ja. Aangezien ik niet weet of dat ik... Ja, ik draai normaal in de nacht. En normaal val ik op mijn linkerzij in slaap. Maar als ik wakker word, 's ochtends, komt het wel eens voor dat ik ook rechts dus blijkbaar lig. Maar ze zagen zo min mogelijk aanraking. Dus. Ja, maar dan probeer ik gewoon links in slaap te vallen. Maar mocht ik op een gegeven moment 's nachts toch wakker worden en denken, ik wil van positie veranderen, dan leg ik mijn hoofd gewoon in dat kussen neer. Zoiets. Een beetje proberen in het begin. Mm-hmm. Nou, ga je de nachos. Ja. Maar ik weet niet of ik hier zin in heb. Waar smaakt het nou? Ik heb de pittige versie. Wil je proeven? Is het chili saus? Of wat is ja, het? Of salsa? Een beetje een dunne salsa. Vind ik qua smaak. Ja, dat is goed. Doe maar een beetje hier op mijn chipje. Ik doe dat bijvoorbeeld op dat... Dit is pittig. Oh, dit is heel veel. Oh. Ja, pittig hoor. Niet super pittig. Proef een beetje... Oh, ja, inderdaad wel pittig. Mm. Proeft een beetje naar... sausje salsa. Van bij de paté. Ja. Ja, bij de bios. Salsa. Ja. Nee. Ja, maar dan heb je wel meer stukjes erin. Ja. Dit is gewoon vloeibaar. Ik kan niet goed pakken. Maar ik vind dit wel lekker hoor. Ga dit eten. Nachos. Kijk, ik heb nu nachos. Wat is jouw avondeten? Nachos. En friet. Ik vind de nachos lekker. Ik ook. Eigenlijk is het wat ik nu op heb ook allemaal lekker. Het is gewoon jammer dat er kaas bij zit bij die dingen. Ik vind deze ook echt lekker. Ja, ik weet niet hoe die heet. Gordita? Ja, het was zo? Een tortilla. Of het is een nacho. Wrap. In de vorm van een nacho. Ja. Hoe heet dat niet, nacho? Ja, die schelp. Taco-schelp. Een soort van, ja, proef een beetje naar brood of zo. Ik kan het niet omschrijven. Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker. Dat je niet hebt. Ja. Ik heb nu dus niet vegetarisch, maar ik eet wel veel vegetarisch. Ik was ook een tijdje vegetarisch. Mm-hmm. Vegetariër. Ja, je eet vegetarisch en je bent een vegetariër. Ik kan er nooit tegen als iemand het zegt, nou zeg ik het zelf. Oh. Ja. Maar ja, jij kan het goed volhouden, hè? Vegetarisch eten. Ik wil helemaal geen vlees, nee. Ja. Ik weet ook niet meer beter. Maar heb je soms ook niet dat je bijvoorbeeld een keer zin hebt in een snack of zo? Ik vind de geur soms wel lekker. Mm. Maar het is niet dat ik denk, ik wil het nu eten. Omdat ik gewoon al die andere redenen... Elke keer in mijn achterhoofd heb. Of thuis eet ik eigenlijk 9 van de 10 keer wel vegetarisch. Maar dat is toch makkelijker, want je bepaalt natuurlijk zelf wel je huishaal en alles. Mm-hmm. Maar buitenshuis vind ik het soms nog wel lastig. Ja, snap ik. Ja, je bent al heel bewust. En dat is al ja. Maar. Als ik nu eet, dan zal ik het bijvoorbeeld morgen ook niet meer zo snel doen. Een beetje afwegen van elkaar. Mm-hmm. Ja. Maar er zijn gewoon oprecht gewoon heel veel lekkere vegetarische dingen. Mm. Vleesvervangers en andere dingen.
gaat mij heel goed af, jongens. Zijn er ook kijkers onder jullie die ook vegetariër zijn? Vast wel. Ik hoor het tegenwoordig steeds vaker. Mm-hmm. Oh, ik wil dit nog even proeven. Oh, nou, proef maar even voor de camera. Ja, lekker. Lekker, hè? Echt die kaneelkruiden, wat ook op appeltaart en zo. Ja, en op cinnamon roll zit. Mm-hmm. Maar dan crunchy. Ja, lekker. Ja, vind ik ook. Wij gaan het heel even opeten en dan gaan we straks nog heel eventjes naar buiten. Denk ik, even wandelen met de hond en ik wil even nog wat foto's maken. Ja, doen we. Wij eten nog even verder, we zien jullie zo. Doei! Nou, zoals jullie aan het licht wel een beetje kunnen zien, is het inmiddels al donker. We zijn alweer een aantal uurtjes verder en ik was helemaal vergeten om nog de camera erbij te pakken. Gewoon puur denk ik, omdat ik gewoon bijna niet meer vlog, dus ik was het helemaal vergeten. Voor de rest heb ik niet heel veel spannende dingen nog gedaan, gewoon even nog gewandeld en zo. En nu zit ik lekker op de bank. Ik heb heerlijk mijn warme vliesbadjasje aangedaan. Dat vind ik gewoon altijd super lekker 's avonds. Ik hou er echt van. Ik zit nu op de bank om Expeditie Robinson terug te gaan kijken van afgelopen donderdag. Want vanavond is het, het is zondag, dus vanavond komt gewoon weer een nieuwe aflevering. Dus als ik deze ga kijken, kan ik meteen de volgende er ook achteraan kijken. Ik ga straks gewoon lekker mijn make-upje er nog afhalen. En voor het eerst dus mijn oorpiercing reinigen. Hij ziet er dus zo uit. Ik weet niet of dat ik hem al van dichtbij had laten zien. Er zit een beetje bloed omheen van het zetten. Wat opgedroogd is. Maar ik ga het straks goed met groene zeep wassen. Wel heel voorzichtig. Want ik mag het eigenlijk zo min mogelijk aanraken. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik heb er verder totaal geen last van. Je voelt het eigenlijk nu niet meer. Alleen als je per ongeluk bijvoorbeeld even je oor hier aanraakt of zo. Dan voel je het een klein beetje. Maar stelt eigenlijk niks voor. En ik heb heel even een snackje erbij gepakt. Een gezond snackje dit keer. Niet omdat ik mezelf geen chips gun of zo. Maar ik had echt even behoefte aan fruit. Want ik heb deze 3 dagen. Vrijdag had ik sushi bowl op. Of pokeball. En zaterdag had ik... Dat was gisteren. Had ik friet op. En vandaag hadden we dus ook al ongezond gegeten. Dus ik had echt, mijn lichaam zegt gewoon van, geef me vitamines. Dus vandaar dat ik even gewoon een bakje druiven heb gepakt. Dat ik er gewoon zelf ook even zin in heb. Oké, zoals je nu kunt zien sta ik nu in mijn badkamer. Want ik ga me klaarmaken om naar bed te gaan. Morgen begint gewoon weer mijn werkweek. Dus ja, ik kan niet te lang opblijven, anders ben ik morgen niks waard. Dus ik ga eerst mijn piercing, ja... Ja, ik ga eerst mijn piercing wandelen en dan doe ik make-up en alles er later af. Ja, ik vind het wel een beetje spannend, want ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Ik heb een zeepje meegekregen bij die shop waar ik was. En dit is een Unicura handzeepje, een antibacteriële. Dus hier moet ik zo een goed flink sopje van maken. En met dat sop en dat schuim, dat moet ik dan op de piercing laten druppelen. Dat moet dan heel even inwerken. En dan moet ik het met lauwwarm water afspoelen. Belangrijk is dat ik niet met mijn vingers aan de piercing ga zitten. Goed reinigen van tevoren, dat je handen ook gewoon mega clean zijn. Dat is ook belangrijk, dus dat ga ik nu even doen. Die zijn schoon. Dan pak ik heel even 2 watjes erbij. Die zijn ook schoon. Daarmee ga ik... het droog deppen als ik het heb afgespoeld, het sopje. Ik denk dat ik heel even trouwens mijn haar nog een beetje met een speldje. Heb ik een speldje hier? Een clipje. Met een clipje nog helemaal aan de kant doe, dat er geen enkele haartjes omheen zitten. Zo. Nou, hier heb ik het blokje zeep van Unicura. Oké, ik heb flink veel schuim nu. Nu glijdt het er echt op. Oké, top. Dat moet ik hebben. Nou, dan laat ik het even intrekken. Ik heb even een glas gepakt en die ga ik even vullen met lauwwarm water. En dit ga ik dus nu, even kijken dat ik jullie nog een beetje het kan laten zien. Dat ga ik nu dus over mijn oor heen doen.
Ik ben nu klaar met het reinigen van mijn oorpiercing. Het ging in principe best wel goed, maar het spoelen was wel lastig om het sop echt goed weg te krijgen in het randje. Het bleef daar toch nog een beetje omheen zitten. En nu ga ik mijn make-up eraf halen en ga ik zo lekker mijn bed in. Voor ik deze video ga afsluiten wil ik jullie nog heel even herinneren aan de mooie kortingscode die je nu kunt gebruiken op de webshop van Ana Luisa. Want ben je nog op zoek naar een leuk sieraad, dan zal ik zeker even een kijkje nemen. Zeg nou zelf, zulke oorbelletjes zijn toch echt te leuk. Ik vind ze echt prachtig en ik ben er heel erg blij mee. Dus heel erg bedankt Ana Luisa voor het opsturen van deze prachtige sieraden. Ik ben daar nog steeds altijd heel erg dankbaar voor dat ik dit soort dingen mag doen en zulke mooie samenwerkingen mag aangaan. Dus dat wilde ik nog heel even vertellen. En dan ga ik nu lekker naar bed en wil ik jullie wel trusten wensen als jullie nu ook zo naar bed gaan. En dan hoop ik jullie snel weer te zien in een nieuwe video. Doei doei!